Het is echt super lekker weer. En vorige week stonden we nog op het ijs. Ja. En nu is het genieten van het zonnetje alweer. Ja, we hadden het geluk dat de boot nog in het water lag. Dus die heeft de winter in het water gelegen. Dus we dachten meteen, nou, nu is de kans. Dus mooi poetsen en dan klaar voor het seizoen. Yeah. Vorig weekend gewoon nog iedereen op het water. Dit was helemaal ijs. En allemaal koek en soepje overal. En nu dit. We hebben nog wel wat ijs moeten breken in het natuurreservaat. Precies 7 dagen geleden stonden we hier op deze plek met een koek en soepje. Weliswaar niet op het water, maar hier aan het water. Dus waar nu het water is, was ijs en er waren honderden schaatsers. Vorige week was het chocomel en warme koffie. En nu is het vol weer iedereen aan het ijsjes. Ja, het is te gek voor woorden eigenlijk. Dat is onvoorstelbaar. Vorige week stonden we op het ijs en nu eten we ijs. Dus ik moest vanochtend wel even twijfelen van gaan we met die korte broek wel of niet. Want dat is natuurlijk heel absurd als je kijkt naar vorige week. Maar toch maar uiteindelijk de korte broek aangetrokken en het bevalt me prima. Maar op hetzelfde stuk waar we nu gaan suppen als ik vorige week aan het schaatsen. Dezelfde rondje, dus ik ga nu hetzelfde rondje doen. Van de week toen wij dit afspreken dat we dit gingen doen, toen waren we een rondje aan het lopen in het park. En er lag gewoon nog ijs op de vijver, terwijl we dit zitten af te spreken. Ik dacht, shit man, straks ga je langs die ijsschotten. Super, echt overal. Super langs de ijsschotten. We zijn ook niet de enige, volgens mij gaan we meer mensen zien op het water. Ja, een week geleden toen schaatsen we hier nog. Hè? Toen had ik 5 jassen aan, nu heb ik geen jas aan. Ja, best wel een groot verschil. Mijn ervaring is hier in de horeca dat mensen met ijs het allervrolijk zijn. Dan zijn ze uitgelaten, vrolijk, dan is alles goed, ze helpen je mee. Rotzooi wordt opgeruimd, iedereen zorgt voor elkaar. Dat is een hele speciale sfeer. Nu de eerste zonnedagen is iedereen natuurlijk ook blij en vrolijk. Maar het is anders. IJs is aparter en ik denk dat ze dan iets vrolijker en iets socialer ook zijn.